Maar het erg is, morgen is dus examenuitslag. Oké, ze zijn pas 5 minuten aan het bellen. En ik krijg nu al appjes van mensen die gezakt zijn. Luid, ik zit gewoon, wat is dat, weet je wel? Dus het is echt, Hoi. Ik bel je met de uitslag van het examen. Ja. En dat ik je bel betekent dus dat je... Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag en ik heb hier voor jullie weer een nieuwe weekvlog. Leuk dat je als eerste weer kijkt. Het is vandaag dus maandag zoals ik zei, maar het is vandaag tweede Pinksterdag en het voelt echt oprecht als een tweede zondag. En dat heb ik er vandaag ook een beetje van gemaakt, want om heel eerlijk te zijn heb ik echt niet veel gedaan vandaag. Ik heb scripten geoefend, ik heb een serie gekeken. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb echt niet veel gedaan vandaag, het is best wel zonde, maar het is wel heel lekker weer. Dus daar ga ik zo meteen nog even van genieten, maar ik ga eerst even een maskertje op doen. Want ja, dat kan ik wel even gebruiken. En ik zit op de twijfel wat ik ga doen. Want ik heb hier iets met koffie. Wat heb ik nog meer? Ik heb deze. Dit is zo'n klein masker. Maar dat is echt weer zo gesmeerd. Alleen dat is dit ook. Nou, ik ga even kijken wat ik op ga doen. Moeilijk. Oké, ik heb eigenlijk een masker gekozen. Ik ga deze erop doen. En die is van Origins. Die komt van de Douglas. En dat is Origins is een merk van Estée Lauder. Volgens mij. Dus het is echt een super chill masker voor als je acne hebt of gewoon een beetje een onrustige huid. Ik gebruik dus deze. En voordat ik altijd een masker op doe, pak ik altijd even watjes met heel warm water. Nu zit het een beetje afgekoeld. Maar, oh, ik heb er van de plukjes achteraan loshangen. Maar kijk, als je dus watje pakt met heet water, dan gaat voordat je dat masker opdoet, je poriën zeg maar open. En dan werkt het masker beter, want anders smeert het zeg maar gewoon op een dichte huid. En als je dit even doet... Dan ja, gaat je huid goed open. Nou, het Pretty Ass masker zit erop. En wat ik wel wil zeggen, dit is wel echt oprecht een masker. Dit is niet gesponsord of weet ik veel wat. Ik heb het gewoon zelf gekocht. Maar dit masker is gewoon echt een van de enige maskers waarvan ik weet wanneer ik dit opdoe. Oké, dit heeft zin, dit werkt. Want ik heb zoveel maskers gehad in mijn leven die ik opdeed. En dan had ik zoiets van, ja luister, ik weet niet, helemaal leuk dit. Maar heeft dit überhaupt gewerkt? Nou, deze werkt echt. Dus echt een aanrader. Ik ga ook even een keertje laten zien voor jullie. Bij de Douglas, deze. Echt, het is echt een aanrader. Ruikt ook super lekker. Ruikt heel erg fris of zo. En op het moment dat hij nu op mijn hoofd zit, voel ik het ook prikkelen. Nu is het niet een heel chill gevoel, maar aan de andere kant ook weer wel. Omdat je dan een soort van weet dat het impact heeft op je huid, zeg maar. Nou. Genoeg gelul, ik ga dit even laten drogen. Ben ik zo dit is zo dom. Ik wilde net de camera gaan pakken om te filmen dat wij om 11 s'avonds yoghurtjes aan het eten zijn. Ik wou even dit drogen. Kijk wat er gebeurt. En ik zit op bed, dus ik moet echt oppassen dat het niet nu op dit bed valt. Maar even gewoon, terwijl ik yoghurt aan mijn hand heb, ik moet dit zo echt schoonmaken. Dit zijn echt de beste yoghurtjes ooit. Het is gewoon yoghurt met fruitspul er doorheen en echt, dit is heel lekker. Dus mocht je nog een tip willen, ga dit halen. Nu ga ik dit schoonmaken. Oh, mooi. Oké, gefaald. Ik lig inmiddels weer lekker in bed. En ik ga nu slapen, want ik heb morgen veel te doen. En woensdag is ook een spannende dag, want dan ga ik horen of ik geslaagd of gezakt ben voor mijn examens. Nu heb ik zelf al een klein voorgevoel. Niet geslaagd sowieso, maar goed. Ik ga lekker slapen nu. Good night allemaal en tot morgen. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe dag van mijn vlog. Het is vandaag dinsdag. En ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien, maar het is inmiddels al avond. En de reden daarvan is dat ik eigenlijk de hele dag niet gefilmd heb, is omdat ik best wel... Ja, ik had gewoon heel veel dingen te doen. En ik ben gewoon echt... Ik was... 's ochtends ben ik meegegaan naar mijn ouders naar werk. Toen was ik mijn camera vergeten. En daarna ben ik naar mijn oma geweest. Nou, daar heb ik ook niet eigenlijk echt heel veel bijzonders gedaan. En je kan het wel een beetje horen aan mijn stem. Het is nu al beter. Maar ik ben dus echt super verkouden en ook heel erg schor. Dus praten doet ook best wel veel pijn. Nu heb ik morgen een casting. Dus ik hoop dat het morgenochtend wel beter is. Echt fingers crossed. Kwam er lekker uit. Maar ja, ik ga zo meteen lekker slapen. Ik heb morgen dus een casting in Amsterdam. En ik moet daar om 5 uur zijn. Dus we gaan rond 2:30 hier weg. Het is 1,5 uur rijden. Maar het erg is, morgen is dus examenuitslag. En als je tussen 2 en 4 gebeld wordt, ben je gezakt of heb je dus een herkansing. En als je niet voor 4 uur gebeld wordt, dus als je helemaal niet gebeld wordt, dan komt na 4 uur je naam op de site te staan. En dan ben je dus gewoon geslaagd. Nou,
ik weet een beetje zeg maar hoe mijn cijfers waren. En als ik gekeken heb naar het correctievoorschrift, dat ik waarschijnlijk niet geslaagd ben. Of in ieder geval is het sowieso een herkansing, want ik had een paar dingen echt verkloot, zoals wiskunde. Maar goed, weet je, we gaan het morgen zien. Het is wel een beetje jammer dat ik dan echt direct daarna die casting heb. Maar goed, ik ga er al soort van uit dat ik gezakt ben. Dus dan sta je er wel lichter in als dat je verwacht dat je slaagt en je vervolgens nog zakt. Dus het komt vast helemaal goed. Ik ga in ieder geval nu lekker slapen en nog even een tabletje nemen voor mijn keel. Want het doet echt heel veel pijn. Maar goed, sorry dat ik dus vandaag niet zoveel gefilmd heb. Ik ga jullie morgen weer lekker meenemen. En voor nu, ja, slaap lekker en tot morgen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en ik hoopte echt oprecht, fingers crossed, zo erg dat ik deze vlog kon openen met een iets betere stem. Want echt, mijn stem jongens, het is een drama. Maar ik heb ook al thee gehad, ik heb al strepsels gehad, ik heb echt al van alles gehad deze ochtend. Maar ik ga me zo even klaarmaken, het is best wel laat, het is 12 uur nu, net 5 over 12. En als ik me klaar heb gemaakt, dan wil ik nog even mijn tekst doornemen voor de casting. En ik wil nog even een keertje met Roos oefenen, die komt zo thuis, die is bijna vrij. En dan heb ik vanmiddag dus mijn examenuitslag. En zoals ik gisteren al zei, ik was er al niet zeker van of ik zou slagen. Maar vandaag kwamen de nomeringen online. Dus de punten die je eigenlijk bij je cijfer opkrijgt, of in ieder geval de nomering dus waarmee dus je cijfer wordt berekend. En een normale nomering is meestal plus 1. Nou, nu zijn bij sommige vakken echt heel laag, zoals bij Duits is hij maar 0,2. En bij sommigen is hij dan wel weer wat hoger. Bij Engels is hij 1,2. Maar wiskunde daarentegen, ik heb wiskunde aangedaan op HAVO-niveau en het was echt een drama-examen. En er waren meer dan 10.000 klachten over binnengekomen. Nou, dat is superveel natuurlijk. Dus ik dacht, nou, die norm is wel redelijk. Ik had dat examen best wel verpest. Dus ik hoopte van, nou, misschien valt er dan nog wat te redden met die norm. Nou, niet dus. Want de norm is letterlijk 1 en dat is echt oprecht heel erg laag. Want wiskunde B waren ook klachten over, maar veel minder als bij HAVO. Ik bedoel als bij wiskunde A, want wiskunde B is ook HAVO. En bij wiskunde B HAVO is de normering 1,5. Dus die is gewoon 0,5 hoger en dat is echt oprecht heel veel. Dus ja, ik ga me even klaarmaken. En als ik dus tussen 2 en 4 gebeld word, dan zijn we gezakt of heb ik een herkansing. En als ik niet gebeld word, dan staat na 4 uur mijn naam op de site. Ja, ik denk dat ik gewoon gezellig een telefoontje verwacht, jongens, straks als ik in de auto zit onderweg naar Amsterdam. Dus we gaan het wel zien. Niet te veel zorgen maken, niet te veel drukte. Ik ga me lekker rustig klaarmaken. En dan ben ik zo bij jullie back. Ik ben even op mijn kamer, want het is inmiddels 2:06. En ik ben even wat spullen aan het pakken, want ik ga over een uurtje weg naar Amsterdam. Maar het is dus nu, het moment is aangebroken, over 6 minuten gaat onze school beginnen met bellen. Mijn telefoon ligt nu in de woonkamer, dus als ik gebeld word, hoor ik het nu niet. Nu is het wel zo dat mijn achternaam eindigt met de P, dus ik ben wel helemaal onderaan. Dus als ik gebeld word, waar ik echt voor 99% van uit ga, word ik denk ik wel laat gebeld. Dus niet direct om 2 uur, maar alsnog, ik wil nu mijn tekst gaan oefenen of zo. Ik wil gewoon iets gaan doen, maar dat is ook weer heel raar. Want je weet gewoon dat je elk moment gebeld kan worden. Dus je zit echt 2 uur lang met zo'n hele rare vibe of zo. Ik weet niet, ik had eerst best wel een grote mond van ah, boeien, boeien. Maar nu, ik weet niet, het voelt heel raar. Ik ga in ieder geval even dit in de woonkamer neerzetten en dan ga ik wel gewoon chillen op de bank of zo. Ik weet het niet. Hoi. Ik bel je met de uitslag van het examen. Ja. En dat ik je bel betekent dus dat je het niet gered hebt. Nee, dat had ik al wel verwacht. Maar er is een heel goede kans op een her. Oh, oké. Okay. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht echt dat het helemaal einde oefening was. Oké, ik zit nu in de auto en het was allemaal een beetje hectisch na het telefoontje, want ik werd om 3:10 gebeld en wij moesten snel weg, omdat ik natuurlijk onderweg naar Amsterdam moest. Dus het was allemaal een beetje hectisch, maar ik ga het nu even kort samenvatten. Ik ben eigenlijk nu nog niet geslaagd voor mijn examens, maar ik ben ook niet gezakt. Ik heb 3,5 gehaald gemiddeld. En mijn gemiddelde van alle examencijfers was een 4,9, dus 0,6 te laag. Wat betekent dat ik op 1 van die 3,5 0,6 hoger moet halen, zodat ik dus wel slaag. Nu ga ik aankomende dinsdag een herkansing doen. Dat is echt al super snel trouwens. Maar aankomende dinsdag ga ik een herkansing doen voor wiskunde. Want ik heb een 4,8 gehaald op wiskunde en ik moet dus 0,6 hoger halen. Wat inhoudt dat ik dus een 5,4 moet halen op wiskunde. Nou, dat moet te doen zijn lijkt mij. Dus ik ga zaterdag en zondag, heb ik me net al snel ingeschreven naar een examentraining. Wat van 9:30 's ochtends
tot laat in de middag is. Lekker hectisch, maar goed jongens, een 5,4 kom op, dat moet te doen zijn. Dus ik ben voor nu niet gezakt. Ik weet niet of je dat zo moet noemen eigenlijk. Maar ik heb dus aankomende dinsdag een herexamen en dan fingers crossed dat het goed gaat. Nou, ik ga voor de rest nog even wat dingetjes doornemen. En dan gaan we nu lekker onderweg naar Amsterdam. Yes jongens, ik ben weer thuis van de casting. En op de terugweg in de auto ben ik even lekker gaan slapen, want je kan het wel horen aan mijn stem. Ik had tijdens de casting ook al bijna geen stem. En sowieso de hele avond, want ik had niet echt meer een stem. Dus ik ben even lekker gaan slapen in de auto. En toen ik net terugkwam, heb ik gewoon even lekker gechilled. Weet je wel, even dat examennieuws laten inzakken. Gewoon even tot rust komen of zo. En ik ga nu even lekker in bad, want ik ga dan lopen op de achtergrond. Omdat ik dan hoop dat even dit allemaal weer wat meer losgaat. En mijn keel wat beter zal zijn. Ik moet morgenochtend om 11 uur op school zijn voor een afspraak over mijn examen. En ik moet dan later in de middag nog naar school om mijn wiskunde-examen in te zien. Zeg maar, dan kan ik dus zien waar ik fout heb gemaakt en waar ik op moet letten. Dus ik ga voor nu even lekker in bad. En dan ga ik daarna lekker slapen. Dus good night allemaal. Sorry dat ik niet zoveel aan het schermpje keek, maar mijn hele make-up is een mes en ik was even aan het kijken. Dus good night allemaal en tot morgen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag en ik sta net op het punt om weg te gaan naar school. Ik moet namelijk even naar school toe, ik heb om 11 uur een afspraak met mijn leerlingcoördinator. Omdat ik dus gezakt ben, of in ieder geval ik ben nog niet gezakt, ik heb het in ieder geval niet direct gehaald. En daar moeten we even over praten, kan ik even al mijn cijfers nog een keertje inzien. En ja, voor de rest kan ik ook mijn examen wiskunde, die ik dus niet zo goed gemaakt heb, zo meteen inzien. Dus dat ga ik ook maar even doen. Voor de rest weet ik niet wat ik ga doen, wie ik spreek. Dus ik ga gewoon lekker naar school toe. En tot straks. Ik ben weer lekker thuis. En zoals je hoort, mijn stem is er weer niet beter op geworden. Maar ik heb dus het hele examen doorgesproken met een docent op school. En mijn fouten zo bekeken. En het blijkt nu, ik heb eigenlijk nog 0,9 nodig op merkkans. Ik zeg maar, dus ik moet 0,9 hoog halen als ik nu heb gehaald. Ik had er 4,7 gehaald en ik moet nu 5,6 halen. Dus ja, dat wordt gewoon echt goed kijken naar kleine dingetjes. Want ik heb heel veel slordigheidsfoutjes gemaakt. Ik baal er ook best wel van. Maar goed, is nu niks meer aan te doen. Ik ben dus nu thuis met Milou. En we hebben even lekker broodjes gehaald bij de Albert Heijn. Dus wij gaan even lekker lunchen. En dan straks ga ik denk ik even wat dingen editen en zo. En Milou, wat ga jij doen? Ik moet even voor school, dus leuk. Gezellig. Oké, het is inmiddels al een stukje later op de middag. En ik ga even wat drinken pakken. Ik was net de hele tijd bezig op mijn kamer met editen van alvast deze vlog. Omdat ik morgen de hele dag weg ben. Want ik heb een hele leuke fotoshoot in Den Haag. Dus ik heb morgen niet veel tijd om te editen, maar deze vlog komt morgen wel online. Dus vandaar. Oké, trouwens, ondertussen is hier even een struggle. Dit is echt precies mijn zusje. We hebben hier een bak die echt zo goed als leeg is. Er zit denk ik nog niet eens een kwart van een beker in. Echt heel weinig. Dan hebben we hier een nieuw pak. Die maakt ze open. En ook is het de andere smaak, die lust ze ook. Dan schenkt ze deze in haar glas. Zodat ze dit pak niet hoeft weg te gooien. En zij doet dit dus echt altijd. Ze laat ook heel vaak lege pakken in de koelkast en zo staan. Maar goed, weet je, dan zal ik hem wel weer weggooien. Maar goed, waar was ik? Ik was een vlog aan het editen dus. Ik heb hem bijna klaar. Ik moet dan alleen dit stukje van vandaag er dan nog even bij doen. Maar voor de rest is hij al klaar. Ik ga daar dus nog even mee verder. Dan gaan we zo lekker eten. Het is 17:50. Dus mijn ouders komen ook zo thuis. En dan heb ik lekker een rustig avondje. Ook regent het inmiddels echt heel hard. Ik was echt 1 minuut nog buiten net. Nou jongens, het is inmiddels al een stukje later. Ik heb ondertussen vanavond even mijn kleding klaargelegd. Die ik morgen aan wil bij de fotoshoot in Den Haag. Ik ga namelijk shooten met Vee van Picture People. En daar maakte ze eerst altijd foto's. Maar ze is sinds kort voor zichzelf begonnen. En dat heet Time Roll by Vee. En ze maakt altijd hele mooie foto's. Ik heb er heel veel zin in. Dus alle kleding heb ik al klaargelegd. Ik ga nu even op bed een serietje kijken. Met een kopje thee met heel veel honing erin. Want echt, mijn stem jongens, het wordt er niet beter op. Ik kijk trouwens nu de serie Good Girls, volgens mij. Ja, Good Girls kijk ik nu. Hele leuke serie, echt een aanrader. Dus mocht je gewoon een serie zoeken waarbij je niet serieus hoeft te kijken. Of gewoon een beetje lekker nonchalant, gewoon no stress die serie kan kijken. Check die even op Netflix, hele leuke serie. Voor nu ga ik lekker slapen. Ik ga dan nog even die serie afkijken en dan ga ik lekker slapen, theetje opdrinken. En dan morgen weer vroeger uit. Dit was voor deze keer al wel weer de weekvlog. Dus vond je me leuk? Doe dan even een blijmpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren. En ja, hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!